Het is altijd speciaal als je wordt opgeroepen voor je land. Daar kun jij over meepraten, lijkt me. Ja, als klein jongetje droom je daarvan, Evert. Het thuisspelende team gaat in deze opstelling van start. De opstelling oogt vandaag lekker aanvallend met drie aanvallers voorin. Ik hou ervan. En jij? Ja, ik speel zelf ook graag in een 4-3-3 systeem even met drie aanvallers. Heerlijk. Veel spelers om je heen. Kun je lekker combineren en lekker aanvallend voetballen. We kijken vandaag naar een team dat continu druk zet. Veel druk in alle linies. En dat is lastig voetballen voor een tegenstander. Kunnen we dat vandaag ook verwachten? Het is de vraag of ze het de hele wedstrijd kunnen volhouden, want het kost natuurlijk enorm veel kracht. Dat continu opjagen van die tegenstander. Alleen, het levert ze altijd wel een goed resultaat op. Tijd voor de aftrap. Er is eindeloos gespeculeerd over de manier waarop de trainers hun ploegen zouden laten spelen. Nou, we zullen het wel zien. Goede aanval, maar de bal is nog net niet bij hem. Cardozo. Dit zijn de omschakelmomenten waarvan je kunt profiteren. Romero. Uitstekend gezien. Die bal lijkt wel de juiste lengte te hebben, maar de tegenstander weet hem toch weg te werken. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Nog steeds aan het dribbelen. Het gevaar nog niet geweken, want er wordt snel druk gezet. Die bal is voor de tegenstander. Hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Wie gaat er nu mee vandoor? Cardozo. De bal komt diep, maar de tegenstander weet de bal toch weg te werken. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Mogelijk een goede kans hier. Schot gelost. Dit had een geplaatst afstandsschot moeten zijn, maar de uitvoering laat zeer veel te wensen over. Ja, ik snap best dat je voor je kansen gaat als er ruimte ligt, maar dit is wel een hele erge afzwaaier. Perfect over de flank gepaast. Wie pakt die bal op? Romero. Antonio Sanabria.
Die wordt vrijgespeeld in de diepte. Hij is er doorheen. Nou, dat doet de keeper heel goed, Jury. In zo'n situatie wordt je als keeper vaak omspeeld. Maar deze keer zat de keeper er goed bij. Ja, hij pakt hem gewoon de bal van de voeten weg. De tackle is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. Antonio Sanabria. De ruimte voor een counter is er. Spelen ze dit uit? Antonio Sanabria. Dat is een hoekschop. Hij kiest ervoor om de bal voor het doel te brengen. Wat een snelheid. Wanneer wordt de trekker eens overgehaald? Er zijn diverse mogelijkheden voor een tegenstoot. Benut de ruimte nou aan de zijkant, zou ik zeggen. Cardozo. Dat is een beste kans hoor, veel scheelt het niet. Hij wordt net genoeg gehinderd door die verdediger, waardoor hij de bal niet genoeg richting mee kan geven. Mooi breed gepaast. Raakte even uit balans door die tackle. Recht op het doel af. Verdediging alert. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Balbezit voor de andere ploeg nu. Kijken of het wat oplevert. Antonio Sanabria. Daar wordt een gevaarlijke steekpaas er net uitgehaald. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Cardozo. Voorzet richt. Hij durfde hem blijkbaar niet te vangen en bokst de bal weg. Hij krijgt daar weinig ruimte om op te bouwen op eigen helft. Het spel wordt goed breed gehouden. De scheidsrechter geeft een inworp aan. De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. Antonio Sanabria. Daar zit de tegenstander tussen. Uitstekend geplaatst. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Ja, opnieuw een prima paas van deze man. Hij raakt ze goed vandaag.
loopt zich vast. Oh! Aanval afgeslagen door de keeper, corner. De bal wordt voor het doel gebracht. Met de vuisten weg ermee, zo denkt de keeper. Vrije trap toegekend. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Dat is een prooi voor de keeper. Als ze niet te lang wachten, kunnen ze genadeloos toeslaan in de omschakeling. Er zijn nog steeds mogelijkheden om uit te spelen. Dat was een heel belangrijke tackle. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Hij verliest de bal. Hij is langs de verdediger. Antonio Sanabria. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? De bal wordt in de 16 gebracht. Hij voorkomt gevaar. 3 minuten extra tijd. Die drijft. Wat een actie! De bal vertrekt van de schoen. De keeper heeft hem. Achter en een hoekschop. Geen doeltrap. Ze kiezen voor de lange variant. Gered, maar de bal is nog niet weg. Hij blokt de bal. De keeper hoeft er niet aan te komen. Over de achterlijn, dat wordt een hoekschop. De hoekschop komt in het strafschopgebied. Het gevaar wordt afgeslagen. De scheidsrechter geeft een vrije schop. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de... Wat een vaart. Dat is een beste kans hoor, veel scheelt het niet. Hij wordt net genoeg gehinderd door die verdediger, waardoor hij de bal niet genoeg richting mee kan geven. De eerste helft zit erop en de stand is 0-0. We gaan met een gelijkspel de rust in, Jury, en ik zou niet weten wie dit potje gaat winnen. Het zal om net dat beetje extra gaan, Evert. Ze zijn zo aan elkaar gewaagd dat ze alles moeten geven om vandaag te kunnen winnen. De scheidsrechter is er klaar voor. We trappen af voor de tweede helft. Nou, een inworp op een plek die perspectief biedt. Gaan ze voor een lange bal of gaat de bal naar de speler die dichterbij staat, die dan een voorzet kan geven? Antonio Sanabria.
en neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Gaat hij voor eigen succes of speelt hij af? Hij is er doorheen. En nu uithalen. Goed, mooie redding, maar het spel gaat door. Dat zag er gevaarlijk uit, maar de doelman redt uitstekend. Die bal is een prooi voor de tegenstander. Antonio Sanabria. De scheidsrechter doet ook even mee. Wie weet levert dit een kans op. Daar komt een voorsprong aan, denk ik. Zo, mooi geplaatst hoor, dat schot. Maar die bal zeilt net over het doel. Goeie keuze om voor zo'n schot te gaan, maar ze komen centimeters tekort. Mogelijk een goede kans hier. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Doorgekopt naar een ploeggenoot. Cardozo. Dit zal wel eens een kans kunnen worden. Voorzet komt daar bij de tweede paal. Zo, is dat een kans of niet? Dit had het openingsdoelpunt moeten zijn, Evert. Ze hadden de rust veel beter moeten bewaren. Er komt de wissel aan. Dat moet de voorsprong zijn. Een listig schot hoor. En zoveel scheelt het toch niet? Nee, het was een goed idee om die bal met de binnenkant te trappen. Hij krijgt alleen net iets te veel effect mee. Die paas wordt onderschept. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Cardozo. Zo, ik telde hem eigenlijk al, maar die kopbal verdwijnt net naast het doel. Niet verkeerd ingekopt, het scheelt niks. Er wordt vervangend personeel ingebracht. Serrero. En weer terug die bal. Oh, dit kan een kans worden. Ze zetten met één druk en hebben de bal weer veroverd. Dit zijn de omschakelmomenten waarvan je kunt profiteren. De bal gaat richting de vleugel. González. De scheidsrechter past de voordeelregel toe. Ja, goed gezien van de scheids. Makkie voor de keeper deze matige voorzet. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Antonio Sanabria. De bal komt in het strafschopgebied. Da Silva. Ze blijven in balbezit, dus de scheidsrechter grijpt niet in en geeft voordeel. Goed gezien? Absoluut, ik zie dat ook graag. En het is toch fijn dat dat bestaat, de voordeelregel. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot?
Het balletje wordt lekker rondgespeeld. Al leidt dat voor ons nog niet op. Die is er vandoor. Kans om te schieten. Prachtig afgerond naar een knappe opbouw. Mooi hoe die bal rondgaat en uiteindelijk zo wordt afgewerkt. Die bal gaat erin. De keeper heeft al heel veel ballen tegengehouden, maar deze gaat het netje in. Ja, ongelooflijk. Hij heeft zo goed gekiept, Evert. Maar ja, je kunt ook niet alles tegenhouden. En het eerste doelpunt komt eindelijk op het scorebord. Dan moest ik wel een keertje een goal vallen. Ja, maar toch zien we een leuke wedstrijd even. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Daar zit de tegenstander tussen. De scheidsrechter past de voordeelregel toe. En eens kijken hoe dat uit gaat pakken. Volgens mij is het een goede beslissing, Evert. En je krijgt dan toch dat de vaart in het spel behouden blijft. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Dit is een grote kans hoor. Bal over de achterlijn, hoekschop dus. En na een verdienstelijke wedstrijd mag deze speler naar de kant. Onder luid applaus van het publiek. Hij kiest ervoor om de bal voor het doel te brengen. Die bal lijkt wel de juiste lengte te hebben, maar de tegenstander weet hem toch weg te werken. Over de lijn, ingooi. Hij loopt keurig de buitenspelval in. Serrero. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij? Doet hij goed. De bal komt op de lat. Cardozo. Antonio Sanabria. González. Wie weet levert dit een kans op. Romero. De bal vertrekt van de schoen. Zo maak je de keeper niet moeilijk. De supporters schreeuwen de thuispartij richting het doel van de tegenstander. Ze lijken ervan overtuigd dat het nog kan. Nou ja, het gaat erom dat de spelers er zelf ook nog in geloven. Hè? Dat moeten we nog even afwachten. Bal in de 16. Benauwde momenten daar voor het doel, maar die bal gaat er niet in. Ja, maar dit is echt goed verdedigd, Evert. Deze ploeg staat voor en gaat wisselen. Met een frisse speler erbij kunnen ze de voorsprong natuurlijk makkelijker vasthouden. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Romero. En de tijd dendert voort. We hebben nog maar 8 minuten. Nou, vooruit. Wie durft nog? De tijd begint nu toch echt te dringen. Ze proberen via de vleugel een opening te vinden. Ortiz. 5 minuten nog op de klok. Maar in 5 minuten kan er veel gebeuren hoor. En de voorsprong is klein. Wordt toch nog spannend. Oh, dit kan een kans worden. De scheidsrechter past de voordeel. Een opgelegde kans. Corner, een kans om de voorsprong te vergroten. Toch nog een gele kaart. Het duurde even, maar hij vond het blijkbaar toch een zware overtreding.
De trainer wisselt deze speler vanwege zijn kaak. Diepe corner. Een grote mogelijkheid hoor. Ja, natuurlijk. Vol op de pantoffel. En veel scheelt het niet. Heerlijk hè, zo'n volley, Evert. Ja, daar moet je wel wat geluk bij hebben. Oh, dat is mooi over de vleugel gepaast. Voorzet naar de tweede paal. De bal komt diep, maar de tegenstander weet de bal toch weg te werken. Balbezit voor de andere ploeg nu. Kijken of het dat oplevert. Voorzet richting de tweede paal. We krijgen er 4 minuten extra tijd bij, Juri. Het thuispubliek is blij dat er nog wat speeltijd bij komt. Ze geloven nog in de gelijkmaker en stiekem hopen ze misschien op nog wel meer. Die man heeft al geel en speelt nu toch wel met vuur. Weer een overtreding van hem. Ik ben benieuwd wat de scheids gaat doen. Geel, en dat is zijn tweede. Ja, die mag gaan douchen. Die sliding was niet volgens de regels. Hij maakt de sliding, maar daarbij raakt hij de man. Daar is het balbezit. En nu? Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Hij wordt weggestuurd. De bal gaat via de lat zo de goal in. Prachtig gezicht hoe de bal via de onderkant van de lat in het net verdwijnt. Een voltreffer noemen we dat. Ik dacht even dat hij aan de andere kant van de lijn eruit zou stuiteren. Ah, hij zit er toch lekker in. Serrero. En daar is het laatste fluitsignaal. Helaas, het liep gewoon niet vandaag. Gelukkig was het maar een vriendschappelijk potje. En dus heeft de nederlaag geen gevolgen. Behalve dan in de hoofden van de spelers. Zoiets kan je toch een knauw geven. Nou, ik weet niet wat jij vindt, Juri. Maar volgens mij heeft hij verdienstelijk gespeeld. Ja, hij viel echt op, vond ik. Veel energie. Vooral in de 16 meter. En heeft veel kansen gecreëerd. Zelfs eentje verzilverd, ja, was toch doorslaggevend voor zijn ploeg vandaag.